Samen met de pers kijken wij vol spanning naar de loting van de achtste finale van de Champions League van KA Gent. Straks vragen wij ook enkele reacties van de spelers. De trekking is een beetje in mineur. Het is KA Gent tegen Wolfsburg geworden. Can you give me your first reaction about Wolfsburg? Of course, it's a good team, but I think I'm very confident. It's an interesting draw. Mag ik jouw eerste reactie voor de loting? Ja, iedereen hoopt natuurlijk als je in de tweede ronde bent van de Champions League om een klepper te loten. Maar dit was niet zo. Maar kijk, blijft natuurlijk een grote ploeg Wolfsburg. En we proberen daar gewoon het beste van onszelf in te geven. En welke ploeg had jij persoonlijk gehoopt? Ja, Barcelona. Ik ben al van kinds af aan een grote diehard fan van Barcelona. En dat hoop je daarop natuurlijk als je er zo dichtbij bent. Maar kijk, desondanks zal mijn motivatie niet minder zijn om tegen Wolfsburg te spelen. En hoe schat je je kansen tegen Wolfsburg? Ik denk dat dat nu natuurlijk groter is als je dat vergelijkt met de andere grote ploegen. Maar ik denk dat het ook niet vanzelf gaat gaan. We moeten gewoon allemaal zelf 300% gemotiveerd zijn, er vol voor gaan. En dan zien we wel wat dat mogelijk is. Okay. Wat is je eerste reactie voor de loting? Ja, iedereen had gehoopt natuurlijk op een absolute clipper. Maar denk, misschien op papier is dit wel de meest haalbare ploeg. Maar het blijft natuurlijk de Duitse competitie die heel hoog aangeschreven staat. Dus we zullen er alles aan doen voor die volgende ronde te halen. En op welke ploeg had jij persoonlijk gehoopt? Ik had persoonlijk gehoopt op Real Madrid, maar misschien komen die dan de volgende ronde tegen. Oké. Okay. Jawel. Het is misschien niet de ploeg dat we hoopten. We hadden natuurlijk liefst een hele grote ploeg. Maar ik denk dat Wolfsburg gewoon een goede campagne heeft gespeeld. Dat ze het goed hebben gedaan in hun poelen en groepswinnaar zijn. Dus Wolfsburg is ook een goede ploeg en het zal niet gemakkelijk zijn. Je hebt geen grote klepper, maar je treft wel een club die groepswinnaar was in de vorige ronde. Het wordt heel moeilijk ook. Ja, sowieso wordt het moeilijk. Hè. Er zijn geen slechte ploegen meer en Wolfsburg heeft het goed gedaan. Groepswinnaar met Manchester United in de groep en PSV, dus het was zeker geen makkelijke groep. Dus we zullen er wel alles aan doen om nog door te geraken. Ja, jullie hebben mooie prestaties geleverd tegen Zenit, tegen Lyon, tegen Valencia. Tegen dit Wolfsburg, hoeveel procent geef je agent kans om door te stoten? Ja, 50. Ik denk in twee wedstrijden moet altijd gespeeld worden. Dus, ja, we gaan er alles aan doen om door te gaan. Ja, we wisten dat we tegen allemaal kleppers gingen uitkomen. Hè. Dus we weten dat we nu een Duitse topper geloot hebben. Die het vorig jaar heel goed heeft gedaan. Die het in zijn poelen nu heel goed heeft gedaan. Want die Manchester United eruit gewipt heeft. En die terug bovenaan staat in de Duitse competitie. Achter het onaantastbare Bayern weliswaar. Maar de Duitse competitie is samen met de Spaanse misschien wel de sterkste competitie in Europa. Dus heel moeilijke tegenstander voor ons. Uiteindelijk. Voor mij maakt het niet uit. Ik heb gezegd dat de eerste ronde dat ik graag dat ik toen een aantal voorkeuren had. Dat is enigszins beantwoord geweest, niet volledig. En nu heb ik gezegd, ik ga me totaal niet uitspreken over wie of wat. En ik ga me ook niet uitspreken over het feit of ik nu blij ben of niet blij ben. We weten dat we in een achtste finale komen tegen allemaal heel sterke teams. Dus dat we nu echt wel heel weinig kans hebben om nog door te gaan. Maar het is nog zo lang en zo ver. Februari, maart. Tegen dan ben ik er misschien al niet meer. Hè? Er kan van alles gebeuren. Hè? Dus... een beetje ontgoocheling. Ik had dan gezegd, we gaan als eerste uit de pot komen. Dat had ik al voorspeld. Dus we waren al ongelooflijk dat dus klopte. En dan natuurlijk ontgoocheling bij velen dat het Barcelona niet was. Maar wel blijdschap bij veel anderen die gehoopt hadden op Wolfsburg. Dus er zijn tevredenen, of er waren tevredenen, er waren er ook die ontgoocheld waren. Dus. Ja, het is een feit. Hè. Mijn verdedigers kozen vooral voor Wolfsburg. Ja. Maar daar zal MSN wel voor iets tussen zitten, verzekers. Dat juist mijn verdedigers niet voor Barcelona hebben gekozen. Bij de rest was het een beetje verdeeld tussen Real en Barça. Hè. Dus er was wel ontgoocheling bij sommigen. Hè, dat ze geen mooie affiche hadden gelood. Maar het is een sterke affiche. Hè. De naam is misschien nog niet echt... Klinkt nog niet echt vertrouwd, omdat het
ja, het is een jonge speler ook op het Europees toneel. Hè. Dus het is een ploeg die, ja, die heel snel gegroeid is en die pas de laatste jaren uiteindelijk van zich laat horen. Dus een beetje zo vergelijkbaar met Gent, zou ik zeggen. Hè. Maar op een hoger niveau natuurlijk. Hè. De Duitse competitie is een hoger niveau dan ons.